leden van de grote Philipsgemeenschap. Van de muziek die u zojuist hoorde, de eerste strofen van de afscheidssymfonie van Haydn, heeft Beethoven gezegd dat deze muziek spreekt van hart tot hart. Een andere tijdgenoot van Haydn heeft gesproken van de ernstige humor in deze symfonie. Ik overdenk beide uitspraken, nu ik mij via een product van ons bedrijf tot u richt met een woord van afscheid. Ik ben als jongeman in het orkest gekomen, onder de onvergetelijke dirigent Dr. Anton Philips. Ten slotte ben ik zelf dirigent geworden, met een team van voortreffelijke mededirigenten. Hier gaat de vergelijking met een werkelijk orkest niet meer op, maar dat is op zichzelf niet belangrijk. Philips heb ik zien uitgroeien tot een groot wereldsymfonieorkest. Waarin schuilt de kracht van zulk een orkest? Hierin dat ieder zijn eigen partij speelt, maar tegelijk in teamgeest met de dirigent verenigd een sterke, harmonische eenheid vormt. Wanneer ik voor een ogenblik het beeld van het orkest loslaat en denk aan de organisatie van onze onderneming, dan constateer ik met vreugde dat die organisatie gezond is. Gezond juist omdat ze is gegrondvest op de kennis en kunde van vrije mensen die met een gemeenschappelijk doel voor ogen eendrachtig samenwerken. Uw nieuwe president is ingenieur Philips, die ik niet meer bij u behoef te introduceren. Van jongs af aan in onze onderneming, en daardoor het bedrijf deur en deur kennende, zal hij voortbouwen op de hechte basis van teamgeest, die zo kenmerkend is voor ons concern en die tevens de beste waarborg is voor continuïteit. Ik ben ervan overtuigd dat wij allen de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Al wil dit niet zeggen dat er zich geen moeilijkheden kunnen voordoen en dat er geen tijden zouden kunnen komen waarin de veerkracht van onze organisatie op de proef zal worden gesteld. Daarbij hoop ik oprecht dat de wereld gespaard mogen blijven voor rampen zoals we in de crisis van de 30e jaren in de oorlog hebben moeten doormaken. Gelukkig zijn op het ogenblik de economische voorwaarden voor een verdere bloei van de onderneming ruimschoots aanwezig. Het doet mij genoegen dit bij mijn afscheid te mogen vaststellen. Er is een grote vraag naar onze producten, overal ter wereld. Jonge landen komen tot ontwikkeling en hebben voor de opbouw van een moderne samenleving behoefte aan vrijwel elk artikel dat wij op de markt brengen. Het stemt tot voldoening dat we hierdoor tevens een constructieve bijdrage kunnen leveren aan verbreiding van welvaart over de gehele wereld. Er zit in meer dan één opzicht muziek in onze onderneming. En hiermee keer ik dan vanzelf weer terug tot het beeld van het orkest. Ik hoop nog vele jaren naar het Philips Orkest te mogen luisteren. In de eerste tijd als, laat ik het zo uitdrukken, voorzitter van de orkestvereniging. En wanneer ik dan het harmonisch samenspel beluister, dan zal ik trots zijn op dat orkest en denken aan de zeer velen met wie ik heb mogen samenspelen. De zeer velen die ik in mijn 36 jaar bij Philips heb leren kennen en waarderen. Met dankbaarheid zal ik aan die tijd blijven terugdenken. Ten slotte wil ik u allen op deze wijze hartelijk dank zeggen voor de steun en het begrip welke ik van u heb mogen ondervinden in donkere en in vreugdevolle perioden van mijn loopbaan. In gedachten druk ik u allen de hand en ik wens u en de uwe en in u het concern nog vele jaren van voorspoed.